De belangrijkste belastingvoordelen voor ondernemers uitgelegd. De eerste, de zelfstandige aftrek. De zelfstandige aftrek wordt verwerkt in je aangifte inkomstenbelasting op het moment dat je die invult. En een belangrijke voorwaarde is dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming gewerkt moet hebben. Dat wil zeggen dat je dus niet alle uren die je factureert aan klanten mee mag tellen, maar ook alle indirecte uren. Dus denk aan reistijd, het maken van offertes, doen van je eigen administratie, je marketing. Al die uren bij elkaar moeten dus minimaal 1225 uur zijn, komt neer op 24 uur per week, om in aanmerking te komen voor de zelfstandige aftrek. In 2022 is deze zelfstandige aftrek 6310 euro en deze wordt automatisch verwerkt in je aangifte inkomstenbelasting op het moment dat je het vinkje aanzet dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming hebt gewerkt. En dan wordt deze 6310 euro van je winst uit onderneming afgetrokken en dit zorgt ervoor dat je belastbaar inkomen in box 1 lager is en over dat bedrag ga je dus weer belasting betalen. Zo ziet dat er in een voorbeeldje uit. Je omzet is bijvoorbeeld 100.000 euro, je kosten 20.000. Je winst voor belasting die dus uit je administratie blijkt is dan 80.000 euro. En daar gaat de zelfstandige aftrek vanaf. Dus je winst na ondernemersaftrek is 73.690 euro.